Het wordt een geweldig mooie wijk met veel open, een heel open karakter. Veel verblijfsgebied, ook rondom de brug. Het is een plek waar je echt zijn wilt. Er komt zeg maar, een soort trap-idee dat je daar met zomers als een soort promenade kan gaan zitten. En, het wordt echt een plek waar je elkaar kunt ontmoeten en waar je wandelen wilt. Waar je je hondje uit wil laten. Echt een compleet heel anders denkpatroon als dat je gewoon een brug hebt naar een industrietrein toe. Waar komt die nou eigenlijk exact? Hij komt tegenover de kinderboerderij. Betekent dat dat de kinderboerderij moet wijken? Nee, een puntje van de kinderboerderij gaat eraf om de rotonde daar onderaan de voet van de brug te realiseren. Daarvoor hoeft de kinderboerderij niet te wijken. Wel hebben we een intentieovereenkomst met de kinderboerderij, met Triade, de eigenaar van de kinderboerderij, om de kinderboerderij te verplaatsen naast de zorgzone die hier in Schokkerhoek komt. Dat is een mooi middengebied, een mooi open gebied, waar ze makkelijk die kinderboerderij kunnen realiseren. En de komende weken moet duidelijk worden of de haalbaarheid, betaalbaarheid en de realiseerbaarheid ook realistisch is. Zij staan daar dus wel open voor? Ja, absoluut. In de eerste aanleg in beginsel een jaar terug nog niet, maar nu inmiddels graag. Die nieuwe brug, de Michiel de Ruiterbrug, die gaat er vanaf eind dit jaar gaat er aan gebouwd worden. Wanneer moet die klaar zijn? Nou ja, voordat we met de woningbouw beginnen, dus voor als half kan voor 2021. En de woningbouw start niet voor die tijd? Nou, als die noodzaak er op dat moment niet is, dat je vanaf de andere kant wellicht zou kunnen beginnen, nee, dan niet. Wat gaat daar precies allemaal komen? Ja, er komen in de eerste plek 1450 woningen om de woningnood op te lossen. En er komen dus buurtvoorzieningen, er komt een overgangszone met wonen en werken. En daar komt een brede school, daar komt nog een extra sporthal, er komt een plek voor een kerk, voor een kinderboerderij, voor een zorgzone. Ja, eigenlijk alle faciliteiten die jij bedenken kunt. Over die voorzieningen zijn nog niet alle besluiten genomen? Nou ja, er lopen verschillende intentieovereenkomsten met verschillende partijen om nu de haalbaarheid, betaalbaarheid en realiseerbaarheid van die verschillende initiatieven te onderzoeken. Enig idee wanneer dat duidelijk wordt? Ja, dat moet rond april duidelijk worden, want we gaan voorjaar nog met een herziening van het bestemmingsplan naar de gemeenteraad.